deze aflevering draait het om een asielzoekerscentrum en de impact die dat heeft. Midden in een woonwijk worden 1000 vluchtelingen gehuisvest. En dat veroorzaakt de nodige problemen. Ook in het Limburgse Weert. 90% van mijn diefstal komt van AZC. Als je nu de vlam in de pan slaat, wat dan? Dus alle reden voor de burgemeester om de overlast van het asielzoekerscentrum aan te pakken. Inpakken naar wegwezen. Nou, even bijkomen, want wel een heftig verhaal toch? Wat als er recht tegenover je huis een asielzoekerscentrum komt? Dat was de boodschap die de burgemeester van Weert, Jos Heijmans, zijn inwoners zo'n 3 jaar geleden moest vertellen. De reacties, die waren verdeeld, maar het AZC kwam er sowieso. Hoe is de situatie nu, zo'n 3 jaar later? Dat is iets wat de burgemeester undercover wil onderzoeken. Weert ligt in de provincie Limburg, ingeklemd tussen Noord-Brabant en België. Vandaar de bijnaam de Poort van Limburg. 50.000 mensen wonen in deze historische stad in een prachtige groene omgeving. En de echte Weertenaar, die houdt van gezelligheid en van traditie. Ik vind het hier gezellig wonen. Een leuk plattelandstadje. Het is groot, maar toch klein. Dus het is heerlijk wonen. Gewoon maar plezier. En we hebben kermis en we hebben carnaval. Ik zou het niet willen ruilen met Eindhoven of Rotterdam. Dat is veel te druk. Toch het knusseren. En we hebben kerkhof achter de deur. Dat is helemaal makkelijk. Hoeft niet ver te gaan straks. De stad zelf is eigenlijk niet zo aantrekkelijk meer. Toen er vanaf 2014 een grote stroom Syrische vluchtelingen naar Nederland kwam, besloten burgemeester Heijmans en de gemeenteraad dat Weert zijn verantwoordelijkheid moest nemen om deze vluchtelingen te helpen. Georganiseerd door het Centraal Orgaan Asielzoekers, het COA, kwam er een asielzoekerscentrum om 1000 vluchtelingen op te vangen in een oude kazerne. De beslissing voor het AZC stuitte op een stortvloed aan zowel positieve als negatieve reacties. En 3 jaar na dato houdt het de gemoederen in Weert nog steeds bezig. Het gaat redelijk goed, alleen de mensen die er in de buurt wonen zijn er niet zo blij mee. Ik kan me voorstellen, als je ernaast woont en je hebt overlast, dat het wel een probleem is. Het is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Het is gewoon een klein groepje die het eigenlijk de naam van allemaal verpesten. Dat zijn dan geen echte asielzoekers, maar dat zijn gelukzoekers. Vroeger kun je de deur nou open laten staan, maar hoef je niet. Ze zijn brutaal. Winkeldiefstal. Ja, daar hoor je wel de verhalen over. Het kan nog zover dat je eigen vrouw weghalen. Zover kan het nog hier. Prostitutie in de bosjes. Ja, er liggen plekjes, zakjes. Veel alcohol, misbruik. Ja, dat zijn toch de asielzoekers. Sorry. Komt op een gegeven moment is Nederland vol. Ik vind zij moeten ook gaan werken, net zoals wij. Als je hier mag komen voor een beter leven, moet je je wel gedragen en aanpassen aan de regels. Ik heb een afspraak met de burgemeester van Weert, Jos Heijmans. Een veelbesproken burgemeester in de media door zijn aanpak van het asielzoekerscentrum hier. Goedenavond. Een groep van 30 overlastgevende uitgeprocedeerde asielzoekers moet zo snel mogelijk weg uit het asielzoekerscentrum in Weert. Na het zoveelste incident begin deze week is het geduld van de burgemeester van Weert op. Hij wil dat ze per direct vertrekken. Ik wil ze natuurlijk zo snel mogelijk uit Weert. Dat is heel simpel, maar dat kan niet altijd. Jos Heijmans is 64 jaar en heeft zijn sporen ruimschoots verdiend binnen de gemeentepolitiek. In 2011 werd de D66er benoemd tot burgemeester van Weert. Hij is controversieel wat betreft zijn houding ten opzichte van asielzoekers. Links-Nederland loopt met hem weg als hij een Syrisch gezin laat onderduiken. Maar rechtsdenkende prijzen zijn optreden net zo als hij ASO-asielzoekers hard aanpakt. Die is bekend. Nou, mijn tip zou zijn dat hij moet doorgaan zoals hij nu bezig is. Met dat asielbeleid vind ik dat hij wel goed doet. En wat moet er nog meer over burgemeester zijn? Het is wel een topburgemeester. En de burgemeester is zelfs niet te beroerd om zijn Weertenaars te overtuigen om als vrijwilliger aan de slag te gaan in het AZC. Kent u mij of niet? Ja, ik ken u. Ja. Burgemeester. Ja, u bent de burgemeester. Ja, heel goed. Wij zoeken nog vrijwilligers voor het AZC. Top. Ja? Dankjewel. Maar ik hou het in meerdere gevallen gedaan. Ik ben geen voorstander van nu. Ben je er zelf ook al actief of nog niet? Niet echt. Dat doe ik graag. Goed zo. Hey, succes mee, hè? Waar het om gaat is, ik ben aan het flyeren en ik probeer vrijwilligers te zoeken die mij helpen op het AZC. Okay. Alsjeblieft. Dank je wel. En veel plezier vanmiddag. Ja. Goed, fijne dag. Hey, tot ziens. Tot ziens. Dag. Meneer Heijmans. Goedemiddag. Dennis van de Geest. Jos Heijmans. En wat ben je aan het doen? Ik ben aan het flyeren voor het AZC. We hebben een heel groot AZC in Weert met 1000 vluchtelingen vanaf 2015 al. Waarom gaat juist dit jou zo aan het hart? Het keerpunt voor mij was eigenlijk de Syrische peuter die verdronk. Eiland, 3 jaar. Ja. En dat was het moment waarop ik ook dacht, ja, nu moet ik iets gaan doen. En dit kan zo niet. En toen is het eigenlijk begonnen. Dat AZC, dat heeft natuurlijk ook in de media veel aandacht gekregen. Ook de manier waarop jij dat hebt aangepakt. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, dat is vooral ook toch vanuit je hart. Want het ging natuurlijk niet altijd goed. Er waren ook momenten dat het verkeerd ging. Dat er bijvoorbeeld criminele vluchtelingen waren. En waar we heel veel overlast van hadden. Ik vond het wel van belang, als je de overlast niet aanpakt, en dat merk ik ook aan de burgers, dan verlies je ook het draagvlak voor echte vluchtelingen. Ja. Dus wij moeten twee dingen doen. We moeten de echte vluchtelingen warm welkom heten. En we moeten de economische vluchtelingen zo snel mogelijk terugsturen. En de criminele vluchtelingen moeten we vastzetten. Als ik met hem door Weert loop, valt het me op dat iedereen hier de burgemeester kent. Hallo. Wat vindt u van het AZC? Ik vind het goed. Als ze maar goed netjes gedragen, dan, juist, ja. Dan is het allemaal prima. Maar u weet ook wel dat als ze zich niet aan de regels houden, dat ik dan ook... Ja, je bent een goeie erin. Dat heet vissen naar een complimentje, volgens mij. Misschien beter om even de rust van Jos zijn kamer op te zoeken in het stadhuis. Om de invulling van zijn undercover-operatie te bespreken. Denk je dat er veel frustratie zit bij de inwoners over het AZC? Bij sommige omwonenden denk, zou ik me dat kunnen voorstellen. Want het is nogal een verandering. Hè? Eerst zaten daar ruim 2000 militairen. Heel vertrouwd en heel bekend. En nu zitten daar 1000 onbekende mensen. Soms met hoofddoek, met andere culturen, andere waarden en normen. Dus ik vermoed dat daar best nog wel wat zit, ja. In de undercover, wie hoop je te spreken? Nou, ik hoop om te beginnen de mensen rondom het AZC die daar wonen. Ja. En die mij misschien nog niet hebben durven aanspreken over de overlast die ze hebben. Ja. Ik wil graag ook in contact komen met mensen die op het AZC zelf verblijven. En ik wil ook wel in contact komen met mensen die hier inmiddels al wonen, al een status hebben. Ja. Is er wel een warm welkom in Weert? Dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Nu heb je het gevoel dat je al heel erg veel eraan doet. Durf je dan wel kritisch te zijn over het beleid van de gemeente, maar ook van ja, hoe de burgemeester het doet? Ja, doen we de juiste dingen? Communiceren we op een goede manier met onze inwoners? En dat hoop ik te ontdekken. Wanneer is het geslaagd voor jou, de hele undercover-actie? Nou, hij is geslaagd als ik mensen te spreken krijg die ik anders niet te spreken krijg. En dat die dan ook echt zeggen wat ze op hun hart hebben. Ik stel me daar ook kwetsbaar mee op, want niet alles wat ik doe is natuurlijk goed. Nee. Maar ik hoop er wel van te leren. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ik ook. Als je zo bekend bent als Jos Heijmans, kan een undercover-operatie alleen slagen als deze in het diepste geheim wordt opgestart. Daarom spreken we af binnen de veilige kloostermuren van de zusters Birgit en Esse, met wie de burgemeester een warme band heeft. Jos. Goedemorgen. Waarom hebben we hier afgesproken? Ja, dit is eigenlijk de mooiste plek van Weert, noem ik het wel eens. Ook vanwege de bewoners. Die hebben ons, de zusters, die hebben ons 2 jaar terug bijzonder geholpen met een Syrische moeder, Doha. Die moest onderduiken omdat ze gedreigd werd eruit te zetten met 4 kleine kindjes. Uiteindelijk hebben we ze hier onderdak kunnen bieden. Dat hebben die zusters gedaan, katholieke zusters. Een moslima met 4 kleine kinderen, 1,5 jaar hier gezeten. Ja. Was echt fantastisch. Hoe is het met de zenuwen? Nou, dat gaat wel. Eerlijk? Nou, ik ben wel... ik ben niet zenuwachtig. Ik ben wel een beetje gespannen. Maar ja, als we dan helemaal direct actief zijn, dan gaat het. Dat weet ik zeker. We gaan je vermommen. Nou, Rasta. Ja. Ziet er goed uit, hè? Ja. Wat vind je ervan? Onwennig. Ja, wat voelt er onwennig? Ja, een beetje druk en een beetje... En ook de baard natuurlijk, maar... Je bent natuurlijk echt een bekende burgemeester. Dat hebben we gezien. Dus ja, we zijn er nog lang niet. We moeten die vermomming goed maken. Ik heb nog een bril voor je. Ja. En wat mij opvalt, je hebt een heel herkenbare stem. Dat is natuurlijk moeilijk om dat te vermommen. Maar wat kan helpen is een bitje. Mm-hmm. Hoe zit hij? Ja, hij zit goed, want hij moet ook vastzitten natuurlijk. Ja. Je hebt een beetje een overbite. Ja. Wat onmogelijk leek, is gelukt. De burgemeester is getransformeerd tot Aad Vos, een vrijwilliger voor een non-profit organisatie ter bevordering van de integratie van vluchtelingen in ons land. Dag Dennis. Ben je al een beetje gewend aan je vermomming of voelt het nog weird? Het voelt wel Weert. Dat blijft natuurlijk, want dat zit in je hart. We gaan naar een winkelcentrum in Weert en daar ga je wat mensen spreken. Ja, ben je een hele open burgemeester en makkelijk in de omgang? Je praat makkelijk, hou dat wel vast. Er gaat wel iemand van mijn team met je mee, dus je bent niet alleen. Goed zo.
Maar ga er alles uithalen. Ga mijn best doen. Succes, Aad. Dank je wel. De undercover-operatie wordt gefilmd door meerdere verborgen camera's. De eerste plek die Aad bezoekt is een klein winkelcentrum dicht bij het AZC... en het heeft veel asielzoekers als klant. En dan merk ik toch dat de burgemeester last van zenuwen heeft. Aad Vos, mag ik u wat vragen? Sorry? Mag ik u wat vragen? Ik mag weer aan mij vragen. Ja? Ja. We doen een onderzoek naar gemeentes waar AZC's zijn. Ja. We willen eigenlijk weten, merken jullie dat er een AZC is in Weert? Dat kunt u niet met mij bespreken, maar beter met de baas Baban net. Zij kan toch ook gewoon een mening hebben? Goedemiddag. Hoi. Aad Vos, weet u dat hier een AZC is in Weert? Ja. En heeft u ook last van vluchtelingen die hier dingen komen stelen bijvoorbeeld? Nee. En wat vindt u van de gemeente? Vindt u dat de gemeente het goed aanpakt? Jawel. De gemeente doet het goed werk. En wie doet dat van de gemeente dan? Dat weet ik niet. Van misschien burgemeester. Hij moet het denk ik iets relaxter opgooien. Hij begint nu echt meteen cold turkey. Hey, zeg, het AZC. Wat vinden jullie ervan? Aad Vos, mag ik u wat vragen? Nee? Oké. Okay. Nee? Nee? Heeft u gehoord van het AZC hier in Weert? Ja. Wat vindt u daarvan? Ik heb geen problemen, dus. Ik heb geen idee, sorry. Heeft u last van die mensen daar? Ik heb geen last van. Vallen ze u wel eens lastig? Nee, voor mij nee. Voor mij hebben ze respect. Ik merk dat mensen dichtklappen van zijn directe aanpak... en vraag de burgemeester terug te komen naar de bus. Zo. Heb je het kunnen volgen? Wat ik vooral in het begin heb kunnen volgen is hoe zenuwachtig je was. Je leek wel een soort van raket, zoals je erop afging. Ja? Ja, had je dat niet door? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wilde aan de slag en verhalen horen. En... Je was vrij direct. Ja, ja dat is wat, maar dat ben ik. Ja, maar daar schrokken de mensen toch een beetje van. Ja, dat merkte ik ook, ja. Van, Er komt een wildvreemd iemand op ze afgelopen met dreads. Ja. En die begint in één keer, zeg... Ja. Wat vind je van het AZC? Ja. Wat vind je van het beleid van de burgemeester, van de gemeente? Ja. Ik dacht echt, wat is dit? Ja, dat was nog de Joost Heijmans die niet te veel praten en gewoon de vragen stellen en dan aan de slag. Je moet wat meer reggae luisteren. Ja. Dan wordt het wat rustiger. Nou, op naar de volgende. Yes. Een herkansing voor onze Aad Vos. De burgemeester moet nu echt proberen undercover informatie te krijgen van zijn burgers die hij anders nooit zou horen. Hallo, mijn naam is Aad Vos. Wij doen onderzoek in deze wijk naar allerlei zaken rondom het AZC en integratie. Weet u dat er in Weert een AZC is? Ja, daar kom ik zelf vanaf, van die buurt. En wat vindt u ervan? Nou, ik heb dus gehoord van meisjes die dus niet meer naar de Oedemarkt heen gaan voor uit te gaan. Omdat er vervelende jongens daar rondlopen. Dat is toch gewoon vanzelfsprekend dat je op een gegeven moment een hoop verschillende culturen door elkaar gaat zitten. Een gale verkleurde ze hebben, geel, blauw, bruin en paars. Je krijgt op een gegeven moment toch allerhande dingen. Dus er zitten gezinnen, er zitten vrijgezellen, er zitten gestoorden, niet gestoorden, enzovoort, enzovoort. Duwt het op een hoop. Het is logisch dat je wat ze krijgt. En vindt u dat de gemeente er wel voldoende aan doet, aan die overlast? De burgemeester Joost Heijmans is dus wel een... die doet veel, vind ik. Ja, wat weet jij er nog aan? Nou, dat lees ik in de krant. Ja, dat hij die vier kinderen in dat nonnenklooster hier in de Maastraat onderbrengt. Ja, maar als dat er dan een stukje vijf in elkaar getimmerd worden, voor ik meneer dan, is hij er ook niet bij. Kan ook niet. Ja. En wat zou de burgemeester of de gemeente nog kunnen doen om dat te verbeteren? Maar ja, die mensen hebben de hele dag niks te doen. Laat die ze anders doen. Dat is een groot probleem, ja. Bijvoorbeeld in het tuin werken. Wat zouden jullie eigenlijk kunnen doen dan? Ik ben 70. Ik vind het wel goed. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.